Mijn wens voor de toekomst is dat Arcades door iedereen die potentieel bij Arcades zou willen werken, wordt gezien als een inclusief bedrijf. Maar als je de fysieke leefomgeving om ons heen wil verbeteren, dan is Arcades moet een bedrijf zijn waar je graag wil werken. Omdat het een bedrijf is wat jou waardeert om de kwaliteiten die jij brengt. Als ik gewoon even naar de cijfers kijk, toen ik als directeur begon, hadden we 22% als vrouw binnen Arcades Nederland. En dat percentage is inmiddels tot boven de 30 gestegen. En dat is echt een significante stijging. En daar ben ik ontzettend trots op. Ja, maar ik denk ook in het directieteam waar ik leiding aan mag geven, is nu het aantal vrouwen, en we zijn met z'n achten, zijn drie daarvan vrouw. En dat was nul toen ik in functie kwam. En uiteindelijk merk je, en dat is een geleidelijk proces, merk je dat daardoor de creativiteit omhoog gaat. En dan gaan de resultaten vanzelf ook mee. We hebben heel veel dingen gedaan, maar één ding wil ik toch bijzonder noemen. We hebben een systeem waarbij mensen, als je iemand aanbrengt die we uiteindelijk aannemen, krijg je daarvoor een bonus. We hebben op een gegeven moment gezegd, als je een dame aanbrengt, dan verdubbelen wij die bonus. Dat heeft op zijn minst tot enorm veel reuring binnen het bedrijf geleid. Daardoor kwam de hele discussie over diversiteit en inclusiviteit op tafel. Eigenlijk willen we bij elke vacature wat te kiezen hebben. Er moet op zijn minst ook een vrouwelijke kandidaat zijn. Nou ja, en dan kan je daarna gewoon overlaten aan het normale proces. Want dan worden er net zoveel mannen als vrouwen aangenomen. Ik moet zeggen, ik ben hier wel heel erg trots op. En als je dan binnen dat ontzettende veld van mooie voorbeelden deze prijs mag ontvangen als Arcades, ja, dan kan je alleen maar ontzettend blij zijn. Dus het is voor ons ook een stimulans om vooral ook door te gaan op de ingeslagen weg. En ik zou ook iedereen willen aansporen, mensen, ga ermee door, want het levert op.